Mijn naam is Paul Govaerts en ik maak nu in de Cube de voorstelling, de muziektheatervoorstelling Startschot. Ik ben geboren en getogen in Turnhout en ik kom hier eigenlijk al sinds mijn prille tienerjaar. Ik heb er zelf nog workshops toneel gevolgd, onder andere met Chris en Waas van Kom maar eens nu en nog met anderen. En ik heb hier ook nog andere dingen gedaan, zoals een jongerentijdschrift. Dus eigenlijk mijn band met de Waran is al heel oud, of al heel lang, sinds ik hier opgegroeid ben. En die is nooit echt gelost geweest. Ik heb hier altijd wel blijven contact gehouden, omdat na mijn afstuderen in het Sint-Lucas in Brussel als scenarist heb ik hier ook vaak gewerkt voor verschillende kunst in zicht. En ook met jongeren. Ik heb hier ook zelf veel met jongeren gedaan. Nu ook trouwens met Kaiman. Ja, maar Grado, wat heb je daar gedaan? Je bent nieuwsgierig? Ja, wat moet ik anders zijn? Wat is hij aan? Nee. Kom eens aan. Hij staat aan kleine bananen. Ik ben al heel lang geïnteresseerd in Cavalier Princip. Ik vond dat al wel een boeiend figuur. Ik wou er vroeger altijd al wel iets mee doen, maar dat is heel lang tijd heel vloeg geweest. Ik ben er ooit al eens aan begonnen, aan zo'n stuk te schrijven over Cavalier Princip. Oh, daar is het wel heel zwaar. Die is ook wel zwaar. Ja. Ja, die past inderdaad, maar daar moet een knopje bij. Deze tekst is gebaseerd op een anekdote. Blijkbaar zou Cavalier Princip de nacht voor de aanslag, of de avond voor de aanslag, effectief aan een meisje gevraagd hebben om samen de nacht door te brengen. Zij heeft in het echte, zoals het echt is verlopen, zij heeft nee gezegd. Terwijl in mijn verhaal heeft ze het in het midden gelaten. En weet je nog altijd niet wat er gaat gebeuren tussen die twee. De beginsituatie is dat die mens die daar staat, of die daar binnenkomt met dat meisje, dus die Cavalier Princip, dat die totaal niet aan morgen wil denken ofzo. Of dat die daar totaal niet mee bezig is. Dat is echt niet. Eigenlijk gaat hij dat zo snel, zo hard mogelijk uit de weg. Het is gewoon een moment hier en nu. Ik heb heel hard geprobeerd om er alle historiciteit wat uit te halen en dan proberen de mensen van vlees en bloed neer te zetten. Wist jij bijvoorbeeld dat er op dit moment een camera bij aan het filmen is? In iedereen zijn gevoelswereld, in iedereen zijn binnenwereld leven gigantische rijken van haat en liefde tegelijkertijd. Maar de meesten doen daar niks mee. En sommigen die drijven een van die dingen door en die worden die plegen aanslagen of die worden moordenaars of in het andere geval worden verlichte mensen. Ik vond het een interessante uitdaging om een trio te werken dat een compleet andere achtergrond heeft. Van mezelf. Die identiteit van de muziek voor Startschot is voor mij een soort pastelmuziek. Het heeft compleet zijn eigenheid, maar het heeft een rijke geschiedenis. Het is het evenveel Slavische als Joods, als West-Europese, Germaanse, Romaanse invloeden in, om de complexiteit van een identiteit te onderlijnen. Er is een slot op, maar dat weet ik niet goed waarom het dat is. De voorstelling die wij maken is dus een kleine voorstelling met grote gevolgen. Het is net in die kleine handelingen of die kleine woorden die er gebeuren en echt contact tussen die twee mensen, dat er een poëtische boog wordt gemaakt. En dat vind ik wel. Dat is eigenlijk de bedoeling van de voorstelling. Dan is het hier heel enkel nog maar rood licht of zo. Heeft het verschil tussen een teaser en een taser? Nee. Een teaser kriebelt, tiest je. Een taser geef je een elektrische schok. Misschien moet ik een taser maken, daar. Taken. Ja. Wie speel jij in de voorstelling? Sophia. Sophia? Ja. Je bent rood. Dit is niet het eerste ding dat ik hier doe. Ik heb er jaren geleden al eens jonge voorstellingen gemaakt.
En dan een paar jaar geleden weer ook een monoloog. En nu heeft Bert Heijlen mij deze kans gegeven om hier een dialoog neer te zetten. Om hier echt een groter project in de Cube te zetten. MUZIEK.